Begin deze week werd er bij Stadion Kaalheide een stukje geschiedenis weggehaald. De lichtmasten die al bijna 40 jaar de skyline van Kerkrade bepalen, konden niet meer blijven staan. En daarom besloot de gemeente dat ze weg moesten. De masten moesten verwijderd worden omdat de veiligheid in het geding was. En als veiligheid in het geding is, moet je gewoon handelen. En dat was de masten verwijderen. Want wat was er precies aan de hand met de masten? Ze waren door aan het roesten en dan moet je uitkijken, dan kan er zomaar een mast omkiepen en dan gaat het fout. De supporters begrijpen dat de lichtmasten weg moeten, maar zijn toch teleurgesteld dat een belangrijk onderdeel van de historie zal verdwijnen. Ja, helaas wel. Ze staan hier al zeker 10 jaar zonder dat er onderhoud gepleegd wordt. Dus ze staan gewoon letterlijk weg te roesten. Dus komt de openbare veiligheid in het gedrang. En dan is het het goed recht van de gemeente om de masten helaas te slopen. Ja, het is jammer, want wat betekenen die lichtmasten bijvoorbeeld voor jou? Nou, Kaalheide is een stadion waar ik voor het eerst in aanmerking met Roda ben gekomen. En daar is mijn clubliefde voor Roda ook ontstaan en geboren. Dus Kaalheide en Roda en dus ook de lichtmasten zijn eigenlijk met elkaar verbonden. Is toch ook bepalend eigenlijk voor de skyline hier, hè? De lichtmasten van Kerkrade, of van Kaalheide. En die zijn er dan nou niet meer, dus Kaalheide wordt steeds kaler. Jullie hebben aan de gemeente aangegeven dat jullie toch graag willen dat de lichtmast, of in ieder geval een gedeelte van de lichtmast, behouden kan blijven voor Roda. Hoe zien jullie dat voor je? Nou, eigenlijk het idee is heel spontaan ontstaan. Waarom plaatsen we niet een van die lichtmasten of een gedeelte ervan naar de rotonde voor het stadion, het nieuwe stadion. Maar dit idee hebben we bij Roda laten vallen. En daar werd het heel positief ontvangen. Bij de gemeente werd het positief ontvangen. En zo eigenlijk is het balletje aan het rollen gekomen. We hebben nu gekeken of inderdaad een stuk van een van de masten behouden kan blijven. En u ziet achter ons het pièce de résistance. We willen proberen tegemoet te komen, maar dat zal in samenspraak met de diverse partijen moeten dat gaan doen. Dus nu kan het vervolg ingezet worden. Hoe vind je het er zo bij liggen? Ja, is toch wel sneu als je het zo ziet. Hè? Dus is toch ook groter dan ik verwacht. Dus, Toch goed dat er toch nog een stukje behouden blijft. Hoewel het nog niet zeker is, maar we gaan ons zeker ons best ervoor doen. En ik hoop dat ook nog andere generatie Rode fans nog een beetje Kaalheide kunnen zien op deze manier.